Bij het Indiëmonument in het Hagenpark werden maandagmiddag de almeloze gesneuvelden in voormalig Nederlands-Indië en voormalig Nieuw-Guinea na de Tweede Wereldoorlog herdacht. Op dat zij nooit vergeten zullen worden. Hey, ach! Zij die niet terugkwamen. Soldaat van Foeken. Present. Soldaat Heida. Present. Korporaal Hilgerink. Present. Korporaal van der Horst. Present. Marinier ten Hove. Present. Korporaal Kampinga. Present. Korporaal Keizer. Present. Nog steeds krijgt hij daar tranen van in zijn ogen. Hij denkt er nog dagelijks aan terug. Wat mij pijn deed, was het onbegrip dat ik aantrof in Nederland. Er was geen aandacht voor de terugkerers vanuit Nederlands-Indië. Ik werd thuis afgezet door een grote legertruck. En dat was het. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Amen. Amen. Goedemiddag Jacco, je hebt de leiding over dit, ja, zootje wil ik niet noemen, maar het houtdorp. Hutteland, ja. Ja, dus, ja dus, tenminste, dat probeer ik te doen inderdaad. Nee, maar dat is zootje zou ik het ook niet willen noemen. Het is natuurlijk een beetje regenachtig vandaag, maar het is nog steeds wel heel gezellig. En nog steeds, ja, het is gewoon een groot feestje. Hoeveel kinderen doen er mee? Ja, dat wisselt een beetje per dag, want ze mogen zelf beslissen of ze wel of niet komen. Dus tussen de 140 en de 170 zitten we nu, zeg maar. Maar ik weet niet hoeveel er vandaag zijn, eerlijk gezegd. 140? 140 zijn er vandaag. Ja, dat zou goed kunnen. Ja, dat zou kunnen. Ja, dat valt niet tegen. Dat was, gisteren waren er 140. En de eerste dag waren er 170. Dus ja, daar schommelen we een beetje tussenin. Zeg maar zo. Dus, ja. Alleen als het inderdaad, als er nou heel erg veel regen voorspeld is, dan. Dan komen denken kinderen ook van nou. We gaan wel iets spelletjes binnen doen of zo. En als het heel erg mooi weer is, dan denken ze ook wel eens, nou, we gaan naar het zwembad in plaats van hutten bouwen. Ze kunnen ook rustig een dagje overslaan als ze dat fijn vinden. Hè. Dat mag. Moeten ze wel eerst opgeven? Dat hoeft niet. Ze kunnen zich ook nog hier opgeven. Kunnen ze zo binnenkomen? Ja. Alleen, we willen graag dan wel wat gegevens voor ze hebben. Ja. Ja.
geval van nood. We zeer de duim. We hebben hier voldoende EHBO'ers rondlopen die dat soort dingen op weten te lossen. Maar stel nu dat er iets ernstigs gebeurt, want dat kan gebeuren. Hè. Hutten bouwen is niet helemaal ongevaarlijk. Dan willen we toch wel graag de ouders kunnen bereiken. Dus dat soort dingen vinden we wel belangrijk. Dus telefoonnummer waarop ouders bereikbaar zijn. We vragen ook altijd een huisarts bijvoorbeeld. Hè, want we zijn ook een keertje met kinderen direct naar hun eigen huisarts gegaan. Dat soms praktisch kan zijn. Heb je dat dan nodig gehad? Dit jaar nog niet. Nee, gelukkig niet. Nee. Vorig jaar wel? Moet ik even nadenken. In het verleden in ieder geval wel. Ja. Maar ik weet het, vorig jaar weet ik even niet meer uit mijn hoofd. Dat is, ik weet, ja, ja. Gaan ze hier nog slapen? Nee. Nee, we slapen doen we eigenlijk nooit. Dat is gewoon te veel organisatie om dat goed voor elkaar te krijgen met zoveel kinderen. En ook omdat het 3 weken is, is het gewoon eigenlijk niet fijn om dat op die manier... We hebben er wel eens over gedacht, maar uiteindelijk hebben we besloten om dat niet te doen. Gaat de fik er nog weer in de laatste dag? Dat is wel de bedoeling. Als vermogen van de brandweer. We hebben de vergunning wel hoor, maar het kan uiteraard nog een of andere code droog zijn. Dat we niet mogen... Dat we niet het vuur mogen aansteken. Maar we gaan er vanuit dat het mag. Ja, ik ga er vanuit dat code droogte niet is. Ja, voorlopig niet zo, als het eruit ziet. Nee. We gaan gewoon met z'n allen morgen slapen. Ja, ja, heb ik nu net. Dat wil ik wel ook. Heel gezellig. Leuk. Kijk, ik ben op tv. Hallo. Hallo? Ja! Wat ga jij doen straks? Nou, ik ga gewoon hard werken knieën en dan uitrusten voor morgen. Oké, dus morgen kom je weer? Ja, tuurlijk. Oké. Ja, we hebben een zeil erop, dus het reist ook niet door het dak heen. Ja, dat heb je goed bekeken. Ja. Een vikingzeil. Ja. Ja. 16 augustus is het 40 jaar geleden dat de King of Rock'n'Roll overleed. Een hele mooie uitvoering gewoon. Ik zou maar zeggen, laat maar gewoon draaien. Hey, Elvis Presley, de Elvis Night op AFM. En wat gebeurt er achter jou, Karel? Ach, dat wil ik je net vertellen. Marinus, die heeft inmiddels plaatsgenomen. Die gaat een aantal nummers voor ons zingen. Marinus, wat ga je voor ons zingen? Oh, ik ga Elvis even zingen natuurlijk, uiteraard. Want ja, toch een idool, hè. En dan ga ik zingen van Can't Help Falling in Love. Love Me Tender and Always on My Mind. Dames en heren, live vanuit studio AAFM. Live op 106.1. Marinus Bergsma. Hey! Hey! Boy. Men say only fools rushing, but I can't help falling in love with you. Dankjewel. Ze vroegen me, waarom heb jij eigenlijk met een aantal medewerkers van Elvis Night op poten gezet? Simpel omdat er heel, maar dan ook werkelijk heel veel mensen zijn die deze muziek gewoon super waarderen. En het wordt eigenlijk een beetje te weinig gedraaid op de radio. Vandaar dat wij dit een leuke gelegenheid vonden hier bij AFM om van de gelegenheid gebruik te maken en een hele avond lang heerlijke Elvis Presley. Ah, Presley is het, hè? Presley moet ik zeggen, is Presley. Presley nummers te dragen. Mooi, wat een mooie Elvis dit. Je zou deze toch spontaan helemaal vergeten dat u überhaupt bestond, Karel, hier in de Elvis Night op AFM. Nou, deze expositie vertelt het verhaal van ouderen hoe zij hun eigen intimiteit en seksualiteit beleven. Hoe komt het dat er op dit onderwerp nog een soort van taboe ligt?
Nou, ik wil eigenlijk benadrukken dat binnen TMZ het woord taboe al niet meer van toepassing is. We zijn al een aantal jaren met een werkgroep intimiteit seksualiteit bezig om dit thema aandacht te geven. En deze expositie is eigenlijk een vervolg op het symposium wat we vorig jaar hebben georganiseerd. Dat heette Het blijft iets moois. En dat was met name voor de bewustwording van medewerkers dat eigenlijk intimiteit en seksualiteit niet ophoudt op het moment dat mensen ouder worden of opgenomen worden in een verpleeghuis. Maar dat er aandacht voor moet zijn en dat het eigenlijk iets is wat blijft. Bent u al langs de foto's en de verhaaltjes geweest? Ja, ik heb dit gisteren voor het eerst gezien en ik was zeer verrast. En ik sta er helemaal achter. Ik heb met plezier het eerste gedicht gelezen. Ik denk, wat goed dat ze dat in een bejaardenhuis ophangen. Ik denk niet dat het iedereens mening is, maar voor mij zeker wel. Als mensen langs deze foto's lopen of langs de verhalen lezen, zou dat een drempel verlagen dat mensen er toch makkelijker over gaan praten? Dat is wel ons opzet. We willen echt graag, wat ik net al zei in aansluiting op het symposium, nu iets bieden wat ook echt tastbaar een handvat kan zijn voor de medewerkers of voor familiepartners onderling. Uit onderzoek is gebleken dat dat wanneer iets zichtbaar is, dat mensen er makkelijker over kunnen spreken. Dus als je dus voor een foto staat en ja, dan kun je dus makkelijk zeggen, goh, hoe is dat met u? Heb u ook iets dergelijks meegemaakt? Of, hè, dus op die manier probeer je dus een wat opener gesprek te kunnen aangaan. Wat vindt u van foto's? Vind ik ook prima. Ja, goed, duidelijk. Leuk dat het hier hangt. Sta ik helemaal achter. Ik denk dat het komt dat mensen er zo weinig over praten. Nou, ik denk dat het komt omdat mensen zich niet realiseren dat het niet op hoeft te houden op het moment dat ze hier komen wonen bij ons. Hè, wanneer je gescheiden wordt van je partner, waar je misschien 60 jaar naast in bed hebt gelegen, en je wordt opgenomen in een verpleeghuis, dan is dat heel confronterend. En vaak denken mensen dat het dan gewoon niet meer mag bestaan. En het is natuurlijk een hele belangrijke basisbehoefte voor heel veel mensen dat het gewoon mag blijven bestaan. Dat het gewoon erkend is en dat het een onderdeel is van hun mentaal welbevinden. En voor ons voor de kwaliteit van zorg. Ja, zie ik. We zijn ook altijd wel lid geweest. Ja, vroeger was de NVSH. Zeg jullie misschien niks meer? Of wel? Zie je wel. Maar wij waren al jong toen we dus ons aansloten bij een... hoe noem je dat? Dat er over seksualiteit gewoon gepraat werd. Nadat we deze folder in gebruik hebben genomen, hebben we gedacht van nou, we willen eigenlijk ook iets visueels doen. Vandaar dat we nu de tentoonstelling houden. Deze hebben we gezien in Drachten van de Zuidoostzorg. En die konden we daar huren. En de tentoonstelling bestaat uit 9 delen. En die 9 delen hebben we in 3 gesplitst, zodat we zoveel mogelijk locaties een deel van de expositie kunnen laten zien. Dus op dit moment hangt er een deel van de expositie hier in het Meulenbelt, een deel in de Wemerlanden in Frieseveen en een deel in het Dijkhuis in Bonne. Tot hoe lang is deze expositie hier? Zo uit mijn hoofd, ongeveer tot half januari is die dus op verschillende locaties te zien. De gemeente Almelo moet een cruciale rol spelen in een eventuele verhuizing van de honk- en softbalvereniging naar de stad Almelo. Dat klopt. We zijn daar al een tijdje mee bezig. En vlak voor de vakantie hebben we aangegeven dat we graag met La Première verder willen op het sportpark Ossekoppelenhoek. En toen bleek dat het college van burgemeester en wethouders daar eigenlijk geen geld voor over had. Waarop wij wederom bij de gemeenteraad aan de bel hebben getrokken. En hebben we aangegeven dat wij verwachten dat de gemeenteraad wel over de brug komt met een extra financiering voor Ossekoppelenhoek. En daarop is er discussie ontstaan in de gemeenteraad met de wethouder of een zo'n financiering wellicht gedekt zou kunnen worden door een verkoop van het Maatveld, het sportpark. Daar is belangstelling voor en dat was ons ook bekend. En onze laatste informatie was dat die verkoop niet door kon gaan. En vlak voor de vakantie bleek dus dat die belangstelling er nog wel degelijk is. De gemeenteraad, en in dit geval dus de gemeente Almelo, heeft een investeringskrediet beschikbaar gesteld van 250.000 euro.
Maar dat is niet genoeg. Nee, dat is een investering die genoeg is om een honkbalveld aan te leggen. Als wij naar Oosterkoppelenhoek gaan, dan komen wij op twee trainingsvelden terecht van La Première. Het is niet mogelijk, dat is gebleken, om die twee trainingsvelden in gebruik te nemen. En daarnaast een deel van dat nieuwe honkbalveld ook nog te gebruiken als een soort trainingsveld voor La Première. In oppervlakte gezien kan dat, maar niet praktisch gezien, omdat we niet samen tegelijkertijd daarop kunnen trainen. Dat betekent dat La Première dan een kunstgrasveld zou moeten krijgen. En dat vraagt een extra investering van de gemeenteraad. Naast het veld van La Première is ook het veld van DRC 12 in de picture. Wat is het verschil tussen die twee? DRC die heeft zich bij ons gemeld eigenlijk terwijl de discussie rondom de financiering van dat kunstgrasveld van La Première losbarstte. En toen kwam DRC bij ons en zei van kom nog eens even bij ons kijken, want volgens ons is zo'n honkbalveld ook op ons complex mogelijk en bij ons hoeft niet een kunstgrasveld aangelegd te worden. Nou, dat scheelt een hoop geld natuurlijk. En omdat wij niet zeker wisten of de gemeenteraad wel zou instemmen met dat plan op Oosterkoppelenhoek, hebben wij gezegd van nou, wij zijn het verplicht ook naar onze leden toe om ook met DRC dan in gesprek te gaan en te kijken of daar inderdaad ruimte is voor een honkbalveld. Ja. Wij willen naar een nieuwe locatie die ons kan huisvesten. En daarnaast beseffen wij natuurlijk dat de gemeente op de centjes moet letten. Maar zoals het er nu naar uitziet, lijken beide plannen gewoon mogelijk. Al dan niet dankzij die investering die die ondernemer bereid is te doen op het Maatveld. Afhankelijk van die gesprekken ook zal er een oplossing uit de Hoge Hoed komen. Daar hebben wij van vernomen dat het college van burgemeester en wethouders niet bereid zou zijn om extra geld te investeren. Maar dat was vanuit het perspectief dat er geen ondernemer was die belangstelling zou hebben voor het Maatveld. En dat laatste, dat is dus wel degelijk wel het geval. Wat zou de PvdA volgens u moeten doen om weer die grote partij te worden die ze ooit waren? Ja, zo groot zullen ze waarschijnlijk niet meer worden. Ik denk wel dat de PvdA moet inzetten op onderwijs. En dan nooit weer een blauwdruk als de middenschool. Maar ook geen project weer samen naar school, omdat het een veel te grote beroep doet op de interne differentiatiecapaciteit van welke basisschoolleerkracht dan ook. Er wordt te veel nog gevraagd. Ook binnen het zogenaamde concept passend onderwijs. Niet alle onderwijs is passend en kan ook niet passend gemaakt worden. Nou, dat is één. En twee is de marktwerking in de zorg die voor met name artsen veel bureaucratisch rompslomp met zich meebrengt. En deze tijd die gaat ten koste van de patiënt zelf. Er zijn zelfs artsen, zoals hier in Almelo, die afhaken, gewoon hele capabele mensen, die niet meer goed toekomen aan de klacht van hun patiënt. En dat is een ernstige zaak. Die marktwerking die moet uit de zorg. Aan doen is veel meer een vrijwilligersorganisatie worden als we weer terug willen knokken. Ik ben kandidaat voor het voorzitterschap van de PvdA samen met Astrid Oosenbrug, die er vandaag helaas niet bij kon zijn. En ik ben hier om met een aantal PvdA-leden te praten over de toekomst van de PvdA. Nou, ik denk dat we het vertrouwen moeten terugwinnen van mensen. En dat vertrouwen gaat te paard en komt te voet. Dus dat wordt hard werken. Maar waar wij met het voorzitterschap vooral voor willen gaan, is dat we een open partij worden. Dus dat we meer open gaan staan voor wat de leden vinden van onderop. Maar ook voor mensen van buiten de partij. En wat meer duidelijker en uitgesproken onze idealen naar voren brengen. Meer vanuit het gevoel dan vanuit beleid of vanuit ratio. Dit is een verkiezing. Hè? De verkiezing gaat onder de leden. Dus het zijn de leden die uiteindelijk kiezen. Dus ik ben heel blij met deze opkomst dat het leden zijn die komen. Maar uiteindelijk zullen we straks met de gemeenteraadsverkiezing natuurlijk de straat weer op moeten. En de wijken in. Dat deden we al, dat doen we al. Maar wat belangrijk is, en dat kunnen wij vanuit het landelijk niveau en vanuit de vereniging natuurlijk doen, is dat we met een duidelijker uitgesproken verhaal moeten komen. En ook dat verhaal afstemmen ook met wat mensen in het land vinden.
Ik zit niet in het Europese parlement, maar ik werk voor de Europese fractie van de PvdA. Vooral op bankenwetgeving. Wij zijn Kaiway. Zoals we het cassettebandje hebben vervangen door online streaming, zo is glasvezel helemaal de techniek van nu. Elise, Christa en Els zijn onlangs overgestapt naar een alles-in-één glaspakket. Daarmee hebben zij definitief afscheid genomen van DSL. Sinds 3 weken ervaren zij de vele voordelen van glasvezel. Ja, ik heb 3 weken Kaiway en ik moet zeggen dat het heel goed bevalt. Ik zou het een ander zeker weten aanraden, ja. Ja, gewoon sowieso beter beeld. Alles gaat gewoon heel veel sneller. Het is ook goedkoper, zeker. Bent u ook overtuigd? Bestel dan snel uw alles-in-één glaspakket. Want dat betekent sneller internet, televisie in de hoogste kwaliteit en u bent voordeliger uit. Dus graag tot ziens bij Kaiway. Vandaag in de buurt, mannen. Mooi, het is een hartstikke mooi gebouw. Je hebt een hartstikke mooi park voor je. Ja. Je kunt genoeg. Ja, precies. Ja. Maar iedereen moet het doen. En de school die had er nooit moeten staan. Het was een prachtig mooi park, man. Ja, ja, maar dat is toch, dat moet, die wezen moeten toch ergens blijven dan? Die worden dan ook helemaal niet meer teruggevonden? Nee. Maat is een onderdeel van het Nieuwstraatkwartier en bestaat van oudsher uit de 7 straten die om het park gelegen zijn. Aan het park ligt het wijkcentrum Goosse Maat. Het wijkcentrum bestaat ongeveer 30 jaar en is van 2011 tot 2013 flink verbouwd. Wat zou daar te doen zijn? Hoe wordt er naar de ontwikkelingen rondom de Hagedoornschool gekeken? De buurtmannen zijn wel benieuwd en gaan op onderzoek uit. Hallo! Wat een mooie tuin hebt u! Martijn, goeiedag. Jola. Jolanda. Ja. Oh, je bent Pools? Pools. Ah, ja. Kijk eens. De Poolhond. Ja. Ah, ja. De Poolse hond. Hoe lang woont u al in Nederland? Ja. Zo? Kom. Oh, oké. Okay. Hallo. Hallo. Ja. Kom. Ah. Kom. Dat doet u allemaal zelf. Ja. Ja. Kom met jullie aan Vinogrono. Ah. Maar ik kan dus niet vertellen hoe lang je al in Nederland woont. Ja.
Dat is jammer. Ja, dankjewel. Dank u wel voor de gastvrijheid. Dag. Hoe lang werk je hier al? Nou, het is mijn tiende jaar. Tiende jaar, ja, dus je kent, ja, de wijk wel eigenlijk? Ja, zeker. Het is een volkswijkje. Ja. Iedereen kent elkaar, saamhorigheid, gezellig. Zit met jouw kennis van de buurt, zijn er zaken waarvan je zegt van nou, volgens mij zou dat goed zijn als dat in die wijk, in die school zou komen? Nou, het is hartstikke mooi als dat voor de week is en dat de week activiteiten daar ontplooit. Bijvoorbeeld door de week, met de week. Ja. Activiteiten, ja, door de week, maar, ja, met de week. Met de week, nou, het is een hartstikke mooi gebouw, je hebt een hartstikke mooi park voor je. Ja. Je kunt genoeg. Ja, ja, precies. Ja. Maar iedereen moet het doen. Ja. En als het niet algemeen gedragen wordt, nou, zie ik er niet de nut van in. Ja. Het gaat om die drempel. Ja. 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 En die drempel moet gewoon heel laag zijn. Mijn doel is eigenlijk dat de jongeren ongeschonden hun puberteit doorkomen. Ja. Maar ik heb wel een vraagje voor jullie. Wat dan? Wat vinden jullie van de week? Mooi. Leuk, hè? Kun je mooi spelen. En wat vinden jullie van de club? Leuk. Ja? Welke, deze club? Ja. Ja. Hoe heet de club dan? Kinderclub. Kinderclub. Ja. En de tienerclub? Ja. En de meidenclub. Bij kinderclub gaan we allemaal knutselen. Bij tienerclub gaan we FIFA, biljarten. Weet dat? Gewoon op computer, darten. Kletsen. Dat weet ik het niet zo goed. Lachen. Horen. Ja, ja. Tutten toch bij de meidenclub? Ook. Nee, gewoon knutselen. Knutselen, hè? Maar weet je, het gaat, kijk, alles wat je ziet is een middel. Ja. Hun spelen er meer en alles, weet je wel. Maar intussen hebben we hele gesprekken. En met, ja, de afstand, als we uitjes, ja, hebben, hebben we, ja, ook hele gesprekken. Ja. En mij gaat het een beetje om betrekkingsband, vertrouwensband met die kinderen. Ja. En dat ze weten wie ik ben en wat ze, ja, bij mij kunnen, ja, 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 kunnen krijgen. Ja. Ja. Maar ook wat hun kunnen doen voor de week. Ja. Ik woon hier al 28, 44 jaar woon ik hier dus. 44 jaar woont u hier. En bevalt dat? Ja, zeker. Ik ben hier opgegroeid in de jeugd. Ja, nou, de mensen die gaan met elkaar rum. Ze zeggen elkaar goeiedag. Met de buurman gaan we samen koffie met mannen 5, 6, 6. Oh, dat is, ja, ook gezellig. Via het spons gewoon horen over buurmannen. Kent u bijvoorbeeld de buurmensen die daar ginds wonen? Nee. En nee. Gaat u daar wel eens samen mee? Werk veel, aan de overkant van de money. Aan de overkant van de money. Ja, dat is wel hier de buren, de directe hier, buren wel. Hier zo wel en dit en dat. Ja, je bent allemaal nieuw gekomen. Ja, 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 ja. Nou, ik heb in 2012 het zwaar ongeluk gehad. Ja. En dus ik ben een beetje aan huis gekluisterd of zo. Oké, okay, ja, ja. Maar ondanks, het gaat nog beter, weet niet. Ik ga naar de kinderen toe, met de auto, het nummer op, et cetera. Ja, ja, ja. Daar heb ik een klein beetje inspannen en ben gewoon allemaal ergens waar het team in het begin gezin. Maar als iemand anders het zou gaan organiseren, dan zou u er wel heen gaan? Nou, als iets meer dat leidt, weet je, ja, niet. Toch? Ja, dat, waarom niet? Ja, 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 ja. Wat zou een leuk ding zijn om die mensen, andere mensen, nieuwe mensen in de buurt te leren kennen? Ja, ik vraag me af, hoe doe je dat? Ja, ja. Als je wilt organiseren. Ja. Dat een hoop mensen die zeggen van nou, bekijk eens. Nou, dat is niet onze conclusie. Nee? Nee. Oh. Nee, ze willen wel, maar ja, geen tijd of nee, moeilijk of druk of veel. Ja, ja, ja. Dus, ja, dat. Dus als er iets georganiseerd wordt, dan komen ze, willen ze wel. Ja. Maar om zelf iets te doen, dat vinden ze, dat is dan toch nog wel een moeilijk dingetje of zo. Ja, ja. Ik vind die gezellig worden. Ja, dat geloof ik. Sommigen zeggen van oh, ik wil hier niet wonen, weet niet, dit en dat. En dan loopt hij met tattoos en weet ik. Jongen, het zijn allemaal gewoon sociale mensen. En heb je ook het gevoel dat het zeg maar ook seizoengebonden is? Dat het zomers meer mensen buiten zijn dan, ja, 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 dan winters? Ja, ja, ja. Dus dat zal dan ook, daar zal het toch ook wel mee te maken hebben. Flink ijs, hè? Dan wordt de vijver wel weer gemaakt. Ja, dan kunnen we schaatsen. Ja, ja. Ja, schaatswedstrijden. Dat was een mooie tijd hier. Ja, ja, dat, de koze, ja, met jongen, ja, jongen, jongen. Ja, door heel Almelo kwamen ze hier naartoe. Ja, ja. Wilt u nog een sticker? Ik denk even, binnen toen overgaan, met dat schoort even hier, zo moet dat. Dat was wel zwart gegeven. Dat was zwart geweest. Nee, hey, bedankt. Doei. 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 Wat een mooie blonde kaart heeft u. Ja, heb je die? Ja, nee, je hebt er ook wel. Nee, 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 altijd. Och, kijk toch eens.
Ben je er nog nooit op visite geweest dan? Wie zijn jullie en dan komen jullie welkom in de buurt? Die school die had er nooit moeten staan. Het was een prachtig mooi park, man. Ja. Sportveld. U woont hier al zo lang dat u dat kan herinneren? Ja, ik woon hier al 50 jaar. Kijk, net zo ongeveer als de buurman. Dus. Ja. Oh, je kent de buurman natuurlijk ook heel goed. Ja. Ja. Het is een volksbuurt, hè? Ja. Wel iets slechter, maar... En hoe heet het dan, als je bij elkaar langskomt? Een biertje halen of... Nee, een kistje bier ertussen. Hè? Ja, ja. Je schrijft er gewoon aan. Gewoon aan. Je komt gewoon aan, hallo, ik kom erbij, zit er een biertje. Echt waar? Ja, dat is ook. Dat is hier en dat is daarachter in de Wolderstraat. Ja. Maar je kunt het zien in huis. Wat moet er dan met dat schooltje gebeuren, volgens u? Gewoon even... Volgens mij een buurthuis. Gewoon weer een buurthuis, ja. Maar die kinderen die gaan soms en smiddags ook daarin. Ja. En dus, ik ga er niet in, maar er is een oude leuk. Kaartavond en bingoavond en noem maar op. En waar maken u dagen mee vol? Waar ik er erg mee vol maak? Ja. Ik doe nog een beetje in Oud-Dezen. Oké. Kopen. Ja. En een beetje knoeiwerk op de oude dag. Nog steeds? Ik heb één adresje en dan krijg ik elke vrijdag een wagentje vol. Ah joh. En dan ga ik mooi uitzoeken en dan dinsdag breng ik het weg. Een beetje bijverdienen, een beetje bij. Ja, nou. En, zou je en je hebt wat te doen. Je bent alleen weer. Ja, je moet wat te doen hebben. Nou, ik behoor, ik ben 83 jaar, dus ik vind het goed. Dankjewel. Jongens, de mazzel, hè? Jo, de mazzel. Hi. Hallo. Hallo. Wij zijn de buurtman. Hoe vind je het om hier in de buurt te wonen? Ja, gaat wel, hè? Gaat wel. Ja, in het begin was het een beetje gezeur op mijn katten en zo. Oh, ik zag hem net hier voor het raam, was best wel. Ja, ik had die eerst 4 eentjes sinds kort weg. Ach. Ja, want we hebben zelf wel het gevoel dat iemand hier het heeft gedaan. Hm. Want hij kwam altijd terug en zo in één keer bleef hij weg. Oh, iemand heeft gedaan iets verkeerds. Dat denk ik. Iets, ja, dat denk ik. Oh, wat vervelend. Maar hè? Voor de rest zitten we wel op onze plek hier. Nee, wij gaan zoiets van. Ja, aan de ene kant natuurlijk, je gaat een beetje wel missen. Maar ja, aan die periode was ik ook net zwanger. Okay. Dus ik had zoiets van: weet je wat het is? Mijn kind gaat voor, mijn kind zit op één straks. Dus bekijk het maar, ik vind het goed. Ja. Ik ken de Goorse Maat. Ik woon hier nou zelf sinds april. Maar mijn ouders wonen hier en ik weet gewoon hoe het gaat hier. We worden ook erg uitgescholden, ik ben veel gepest. Je bent nog hartstikke een leuke griet zo. Ja, maar ja. Oh. Heb je iets stouts gedaan? Nee, we hebben maar niks gedaan. Nou. Heb je het gevoel dan dat de wijk dan jou niet omarmt of zo? Nee, interesseert ze niet. Maar het interesseert mij ook niet meer als het zo moet hoor. Oh, wat zonde is dat, ja. Dat is wel, maar dat is wel jammer. Ik kan me wel voorstellen dat het wel gezelliger is als je met z'n allen gezellig... Ja, maar... Ook een beetje in contact te komen met de buren, hè? Dat je misschien ook wel achterkomt van... Ja, maar wacht eens eventjes, daar woont een mevrouw, die heb ik nog nooit gesproken. Die heeft vorige week een kat gevonden en ze weet niet van wie die is. Alleen dit stukje, alleen de Elstraat, zijn al 22 katten vermist. Ja, oh. Vermist. Zijn gewoon al weg. Oh ja, maar daar moet toch wat aan gedaan worden dan, Dom? Ja, dat vind ik dus ook, maar ja. Maar we hebben van alles al geprobeerd, we hebben al weekagent, alles al, maar... Er is gewoon een kattenhater ergens, denk je. Ja. Ja, maar dat is toch, die beesten moeten toch ergens blijven dan? Die worden dan ook helemaal niet meer teruggevonden? Nee. En we zagen net een katje zo lief naar ons zwaaien. En toen belden we uit, toen ging die blaffen. Nee, dat is een hond. Oh. Hondje. Oh, was dat het? Maar ja, je bent zwanger. Ja. Kijk, dat is dan wel weer leuk, toch? En zwanger ze nog even. Ja, dank je. Hé, hey, sterkte met die kat, ja. Doeg. Doeg. Heeft die rommel gemaakt dan? Ik ook. Je moet het wel naar het putje. Hier, krijg gewoon een nappe. Zo grappig hè, als dat mooi weer wordt, dat iedereen dan ook gelijk weer naar buiten gaat. Ja, mensen zijn gelijk voelig hè. Ja. Alsof hij ervoor geboren is hè. Het is net alsof hij eerst naar de goot moet vegen. Ach, wacht maar in. Ja, laat hij nou maar op haar manier doen. Maar dan bemoei je ook wel overal mee. Het is niet echt helpen wat ik nu doe, hè? Nee, dat is niet moedig.
En dat is de buurvrouw, dat is volgens mij de oudste bewoner van de straat. Hoe lang woon jij hier? Nee, hoe lang ben jij hier wonen in de straat? Heel lang. Ja, heel lang. Oh, dat is helemaal een handig ding, joh. Netjes, je bent helemaal klaar voor de zomer, joh. Ja. Zeg, ik tuin zet je er nog voor klaar. Dat is een mooie vogeltjes. Dat is wel leuk om even te filmen. Kijk, daar zit de jongen. Hallo. Roekoe. Staat er wel op, hè? Ja. Kijk, hier. Ik zou hier wel willen wonen. Hey, yo. Yo. Je spaart duiven en kanaries en hondjes? Ja, nee, die spaar ik niet. En dan denk ik, die hebben die krijgen ze allemaal weg in mijn hoekje. Ja, dat weet ik toch niet. Jij lijkt me wel zo'n typje dat iedereen kent in de buurt. Maar dat heeft iedereen. Ja, dat is maar goed. Als je zoveel je woord, iedereen kent iedereen. En als het ware ben je allemaal met elkaar opgegroeid. En vriendjes en vriendinnetjes. Die altijd, die zijn altijd, maar hij nog veel andere mooie speelt. En het woont allemaal, ja, de meeste niet. Ja, zijn ook de meeste zijn ook allemaal blimang eigenlijk. Ja. Dus jullie zijn wel de eerste, zeg maar, buiten. Lekker. Ben je altijd zo vroeg? Nee. Wat vind je leuker dan? Maar het was vandaag mooi, ja, ik denk nou. Het hele weekend al? Ja, nou. Ja, het is druk geweest. Maar lekker het thuis door. Leuk, nou mogen we jou bedanken. Dat is hartstikke lekkere koffie. Ik vond de koekjes van een euro ook erg lekker. Ik zal u de pak maar doen. Nee. Wat is voor u te doen? Ah ja, Boussa, zo'n 1300 Suzuki, die kan ik u al laten zien. En nog een Porsche heb ik er staan. Allemaal achter thuis? Ja. Nee. Hoe past dat dan? Dank u. Oh, nog een mooie blauwe, die past bij de buurman. Zie je dat? Ja. Deze is begrensd tot 300 kilometer. Dus hij kan wel harder, maar daar zit een begrens op. Ja. Daar heb ik deze reeks zo'n beetje 16 jaar mee gereden. Zo. Toen wacht je toch ook niet dat dat hier achter zit? Nee. Oh. Ja, en dat kun je alleen maar als je werk daar maar van werkt, wat dan ook zeg. En dan snap ik ook wel dat u geen tijd heeft. Mag ik onbeschoft zijn en vragen wat voor werk u deed dan? Slachter. Slag. Borstvingers. Ja. Borstvingers, allemaal gebakt. Ja. Maar gewoon slager in de winkel of in het slachthuis? Nee, op slachthuis. Slachthuis, ja. Ah, oké. Okay. Hey, maar wat een leuke hobby, joh. Dit is gewoon een roodje van mijn vader. En er nog één? Ja. Oh, ook leuk. Ook mooi ding. Dit is allemaal van u? Dit. Ja. En dat huisje ook? Ook. Ja. In deze huizen, de huur ligt laag. Ja. En nu ga je ook al met de kant op van bijstander. Beter. Ja, maar de ijsbaan had je hier ook. Mm. Ja. Maar die is nu 1,60 meter. Ja. En, maar nu heeft nou een functie van als je een wolkbrug hebt. Ja. Het water kon hier niet weg. Ja. Oh, dan is dat aangesloten op het park. Dus dan is het hier ook droger in huis? Ja. En nummer 42 hebt, dan zit je zo'n beetje in de midden. Ja. Dat heb ik nog meegemaakt. Dan kon je hier niet meer door de straat toe. Ja. Maar dat stond helemaal blank. Ja. Dat was een heel raar verhaal. Ja. Die school die had verder het park in moeten. Maar er werd er gestemd, dus zat er één stemverschil in. Ja. Maar anders daarna had doorgegaan. Maar ging niet door, maar dan zetten ze die school zo dicht. Ja. Aan deze kant, ja. Dan keek je er tegenaan. Ja. En vroeger kon ik helemaal van hieruit. Dan kon je helemaal naar de overkant. Ja, ja. Je maakt blij mee dat het niet zo groot is. Ja, je kunt wel discrimineren, maar aan dat gebouwtje wat groter was, dan kon ze hem gebruiken voor asielzoekers. Ja. Maar daar is hij nou iets te klein voor. Maar dat is toch niet zo erg? Oh, ik weet niet. Eerlijk gezegd, ik ben niet haatdragend. Dat wordt gewoon weer gebruikt voor een mooie functie, maar... Ja. Maar daar heeft u wel vertrouwen in? Dat het weer dat dacht ik wel. Ja. In 1970 ben ik begonnen met een Super 8 film. Wauw. Staat die school helemaal niet op. Van de buurt, wat heeft u allemaal gefilmd dan? De buurt? Ook de ijsbaan en zo wel. Nee, maar we willen wel een leuke sticker geven. Dat is de top van de buurmannen. Oh. We kunnen de brievenbus doen. De brievenbus, we komen nooit weer. Of voor de ramen. Terwijl de bewoners van de Gozermaat nog even rustig de kat uit de boom kijken,
vragen de buurtmannen zich af. Een wijkcentrum en een lege school, waar wat te doen moet zijn, dat wordt een bijzonder verhaal. Nou, ik had wel graag een ritje in de auto gemaakt. De buurtmannen beginnen te grijnzen. Maar hoe dat afloopt, dat zie je in de volgende aflevering van De Buurtmannen gaan op expeditie.